Yo, boys and girls, welkom bij weer een nieuwe Taste Test. Aflevering 2 van seizoen 2. En ik heb hier voor jullie de KFC Lay's, die al open is gedaan. Maar nog niet, ik heb er nog niets van gegeten, ik heb het nog niet geproefd. En de Lay's pizza uit margarita flavor. Ik denk dat we gaan beginnen met de margarita flavor. Wat hier het handigste is om een keer te proeven. Dat we die kan kunnen beginnen. Hoe raar smaakt die niet, ja? Nee, niet mijn ding. Maar ja. Te veel met kaas. En geen hint van tomaat ofzo. Nu gaan we naar het drankje dat ik de vorige taste-test. Natuurlijk, ik neem vandaag ook die tweede taste-test op. Ik neem dezelfde dag. Omdat de taste-test van de Fanta had de video openen, dus ja. Ja. En dan gaan we over naar de KFC. Ik heb er nog niet van geproefd, dus ja, ik zou het niet weten hoe dat hem smaakt. Hij ruikt heel erg naar de krui. Allee, ik heb nog nooit de KFC gedaan, vergeten. Oh, dat proeft echt naar kip. Nou, de Subway heb ik niet, maar die ga ik in de volgende video proeven. Dus, van deze geef ik een dikke 10. En dan deze en zes. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik weet, het was weer een korte video, maar we hebben twee dingen geproefd. Meer eentje meer dan de vorige testjes van seizoen 1. En aflevering 3 wordt gemaan goed. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ben je boy altijd Run. En tot dan ben ik je boy altijd Dylan. Tot de volgende video. Ja. Joejoe. Joejoe. Joejoe.